Festival, maar we zijn helemaal niet op Pleasure Island. Nee, heel gruwelijk. Welcome to the Future is voor mij sowieso mijn favoriete festival. Ja. Ik vind het heel leuk fest. Waarom? Programmering, locatie, tenten, dicht bij elkaar, dat je niet een uur aan het lopen bent om bij de andere podia te komen. Nou, ik vind sowieso dat het niet zo heel erg groot is, vind ik leuk. En er zit wat heuvelachtig gebied in en je hebt de backyard waar gyms er staat en dat soort dingen. Ik vind het sfeertje lekker en de vibe is goed hier. Even de studio ingegaan, om even te kijken wat we muzikaal gaan doen. Kijk, niet een hele setlist of zo, maar gewoon even welke kant we op gaan en wat we gaan draaien. Dus op die manier. Ja, eigenlijk was ik er wel de hele week al mee bezig. En heb ik allerlei ideeën over hoe ik het ga doen. En op het moment dat ik begin, is het compleet anders. Is het moeilijk om zo vroeg op een festival te draaien? Nou ja, het blijft een festival. We beginnen om 2:30. Dan wil ik het wel graag een beetje rustig houden qua muziek. Maar dan sluipt dan toch de onzekerheid naar boven. En dan ben je aan het draaien. En zijn voor zoveel mensen. En dan denk je bij jezelf, fuck, moet ik misschien iets meer harder draaien? Maar mensen reageerden op het moment dat ze moesten reageren. En dat ging echt fucking goed. Zien zich op het moment aan het ontwikkelen. Ja, heb je daar ideeën over? Ja, heel erg goed. Kan niet beter. Nou, als je in de Nederlandse scene kijkt, dan heb je dus de housegasten eigenlijk, zoals Lau House, Liron, Kabout und Liebe, 2001. En ja, een beetje de echte techno of zo, ik weet niet. Er komt zoveel goede muziek uit Nederland. En ook als je kijkt, weet je, op verschillende top 10's, dan staan er allemaal Nederlandse labels in, Nederlandse artiesten. Dus het gaat gewoon echt heel erg goed. Weet je, en het is net een gradatie meer energie wat je nodig hebt voor techno of zo. En ik heb het gevoel dat wel een beetje terug gaat komen. Omdat mensen willen dat ook echt graag horen. Dat er gewoon veel energie in zit. Dat het goed blijft drukken, maar wel met de componenten van alle stijlen die we de afgelopen jaren hebben gehoord. En is het nog een underground stroming of is het tegenwoordig mainstream aan het worden? Nou ja, we zijn geen Armin van Buren of zo. Dus, Nee, techno is altijd underground. Ja. Dus het is altijd blijven.